Anne en Maurice zijn vannacht eindelijk aangekomen. Het was rond de klok van 2. Later waarschijnlijk. En toen hebben we de kinderen bij ons in de tent gelegd. Anne en Maurice hebben in hun auto geslapen. Ik heb in onze auto geslapen en Viv heeft in de tent geslapen. Ja, dat moet je dan maar over hebben voor het is 7:00. Onze eerste ochtend op de camping. En het is echt vroeg, maar dat komt een beetje door. Doordat het moest. We moesten vroeg op voor Anne en Maurice. En de camping wordt langzaam wakker, want om 7:00 gaat die officieel open. Dus dan kunnen mensen inchecken en zo. Ik ben benieuwd waar ze staan. We wilden een plaats naast elkaar, maar dat is echt niet gelukt. Ik ga even kijken bij Anne en Maurice. Ook hij is eindelijk aangekomen. En nu de tent aan het opzetten. We hadden nog een pizza over van gisteren. Dus mijn ontbijt vandaag, voordat Viv er is. En voordat de kinderen wakker zijn. Mijn ontbijt is pizza. Nou, Viv heeft even ontbijt gehaald. Watermeloen. Sap, sap. Goed, wij gaan de hele troep eens even meenemen naar hun eigen ouders. Even kijken hoe ver ze zijn. Met dit water en met dit uitzicht, met deze zon, ja, dan begint de vakantie natuurlijk pas echt. Is het niet blauw water op het park? Nee, je ziet het gewoon. Het is wel blauw water. Staan we dan? Kijk, dat eigenlijk mag je er alleen in lopen. Viv krijgt ideeën. Daar wil je heen. Oh, je bent aan het filmen. Water getest. En nou ja, lekker. Adriatische zeewater. Eigenlijk willen we met Maurice en Anne op 2 plekken staan. Naast elkaar. Want ja, je hebt nog met z'n 2 vakantie. Maar dat kan niet. Dus geven wij onze plek op en gaan bij hun op de plek staan. Dus ik heb net bij de receptie geregeld dat wij in gaan pakken. Nou, je ziet achter mij, we gaan inpakken en ik ga kijken of ik de tent in zijn geheel daarheen kan krijgen. Want ik heb geen zin om hem weer uit elkaar te halen. Maar er worden hele dikke voorbereidingen getroffen voor het water straks. Ja, naar het zwembad. Zwembad? Ja. Ga ik een eentje in de zee. Voordat we deze hele troep met mannen en vrouwen hebben meegekregen, is het halve middag om.
zwembad. Drukte van belang. Terug zijn uit het zwembad. Wil Rachel met haar opblaasstoel in de zee. Nou, eens even kijken naar het water nu. Is het nog hoger geworden dan vanmorgen 6:30? Door die rottige ondergrond zie je niet waar je staat. En dus heb ik mijn pijn gedaan. Kijk, bloed. Neem jezelf je band mee. Dan verbind ik mezelf zo even, want mijn arm gaat prikken. Mijn arm gaat prikken. Dat was weer even zwemmen in het water. Rachel vindt het te kort, maar die vindt weer alles te kort. Dus dat is goed. Nou, schoongemaakt. Daarom houdt Vivi van de zee, zegt ze net. Welk gaskruidje? Dit gaskruidje.